In 2019 ben ik gestart met Larry Kunas. Toch voor velen een verrassing, omdat we toch wel een bepaalde afstand van elkaar woonden. Maar in de eerste training in Spanje en Nederland was het gelijk goed. En ja, zo zijn we begonnen aan het nieuwe seizoen. Tijdens de eerste Grand Prix in Lommel namen we de eerste reeks de kopstart. Reden we eigenlijk de hele tijd aan de leiding en werden we mooi vierde. Voor iedereen eigenlijk een verrassing. Voor ons, vooral voor onszelf ook. Tijdens de tweede reeks hadden we eigenlijk 6 of 7 in de start. Maar iemand tikte ons aan en waardoor ons achterwiel kapot ging, moesten we denk in de tweede ronde een pitstop maken en kwamen we terug naar de 16e plek, waardoor we nog 9e werden tijdens de Grand Prix. Ja. Tijdens de tweede Grand Prix in Spanje wist ik vooraf dat de circuit me heel goed lag. In de kwalificatiereeks waren we als tweede gestart. Na de eerste ronde kwamen we als leiders door. En na strijd met Hermans en Baks waren we eigenlijk als eerste gefinished. En ja, voor ons de eerste pole position in onze carrière. En ja, was toch een hele verrassing waar we heel erg blij mee waren. Ja, de start van de eerste reeks kwamen we als 15e door, al in de eerste ronde. En in Spanje kan je heel moeilijk passeren ook. Daar was het heel moeilijk voor ons. Halfweg kwamen we rond positie 10 uit en waren we nog als 6e geëindigd, wat we toch als tevreden mee waren. Tijdens de start van de tweede reeks kwamen we als tweede door. Na een halve ronde kwamen we aan de leiding terecht. En na een mooie strijd met 5 teams kwamen we als derde over de finish, wat ons net niet op het podium belandde en werden we die Grand Prix vijfde. De Grand Prix in Oekraïne stonden we op een vierde plaats in een WK-tussenstand, wat voor ons toch wel een grote verrassing was. Tijdens de zevende Grand Prix in Estland, wat voor Larry eigenlijk een thuiswedstrijd was, stonden enorm veel toeschouwers langs het circuit, wat voor ons een extra motivatie was om de zondag te presteren. Die zondag werden we 2 keer 5e en waren we zeker tevreden. Na een rustperiode reden we de weekend voor Markelo nog een ONK-wedstrijd te Valkenswaard. Die in Valkenswaard verliep wat tegen eigenlijk. En tijdens de start van de tweede manche kreeg Larry eigenlijk een steen op de vinger. Tijdens die manche riep hij telkens dat hij het niet kon uithouden. Tijdens die wedstrijd hebben we moeten verlaten. En nadien bleek dat hij een open pinkbreuk had. Het was een teleurstelling dat we op zoek moesten naar een andere bakkenist. Vooral omdat we vierde stonden in het WK. En omdat we 2 Grand Prix na elkaar hadden, was het een moeilijke opdracht. Op maandag kreeg ik het bericht van Kenny van Halen dat hij bereid was om de Grand Prix in Markelo samen te rijden. Toch voor velen een verrassing, omdat hij toch eigenlijk al gestopt was als bakkenist.
En iedereen had al een oordeel over hem, dat hij het niet ging volhouden. Maar op zaterdag wisten we ook al de kwalificatiereeks te winnen. En was iedereen stil. Op zondag was het vooral gericht op de nodige punten verzamelen. Maar tijdens de start van de eerste reeks werden we geraakt door een linkse zijspan in de tweede bocht, waardoor Kenny eigenlijk zijn shirt gescheurd had, waardoor we naar de pits moesten ook. En omdat we toch al zo ver achter waren, verlieten we eigenlijk de wedstrijd, omdat het geen zin meer had. De tweede start kwamen we rond zevende door en hebben we die plaats ook behouden. Na de Grand Prix van Markelo was ik toch wel eigenlijk heel tevreden, omdat eigenlijk het rijden met Kenny heel goed ging. Met Kenny toch alleen van de zijspantoppers, tot bakkenissen eigenlijk is. En waarbij ik me eigenlijk heel goed voelde. Na afloop van de Grand Prix in Markelo had ik terug geen bakkenist voor de volgende Grand Prix. En de Grand Prix van Markelo had helaas Hert van Werven zijn enkel gebroken. Op maandag kreeg ik terug het bericht dat Peter Bunk, de bakkenist van Hert, bereid was om bij mij te staan in de Grand Prix van Strasbessenbach. Die Grand Prix verliep goed, met een 8e en een 11e plek konden we toch nog als 5e de wedstrijd eindigen in het wereldkampioenschap. Voor de Grand Prix in Letland had ik terug op zoek moeten gaan naar een andere bakkenist. Die vonden we in Frankrijk met Rudolf Le Breton. De week vooraf raakte ik gekwetst tijdens mijn werk aan de vingers, waardoor de pezen afgesneden werden en waardoor het einde verhaal was van de Cross 2019. Ondanks dat we 5 Grand Prix misten, werden we toch 9 in het WK, waar we zeer tevreden over waren, ondanks alle pech. Toch wil ik iedereen bedanken die ons gesteund heeft tijdens het jaar. Na het seizoen 2019 ging Larry naar een ander team dichter bij huis. Voor ons was dat ook een bepaalde afstand die het wel moeilijk maakte tijdens het jaar. Maar ja, dat is normaal een logische keuze dat hij iets dichter bij huis zoekt. Voor ons was de keuze eigenlijk vrij vlug gemaakt, omdat we toch de keuze hadden uit Johnny Badair. Toch wel een topper in de bakkenisten nu. Hij had al een podiumplek behaald met Giro in 2018. En dat is toch wel iemand voor de toekomst. We hebben ons heel goed kunnen voorbereiden tijdens een stage in Spanje, waar het eigenlijk vanaf het begin heel goed ging. En eigenlijk kijken we uit naar het seizoen 2020. Waar we toch nog iets willen verbeteren aan het jaar 2019. Ja. De eerste Grand Prix moeten rijden te Os, maar door de coronavirus is alles geannuleerd voorlopig. We hopen dat iedereen gezond mag blijven in deze periode en we kijken heel erg uit naar de start van het seizoen, wanneer dat ook mag zijn.